Fors banenverlies bij de reclassering Noord-Nederland. Goedenavond. Alles wat stad en omland boeit op donderdag 16 mei. U kijkt naar Noord Vandaag. Reclassering Nederland gaat fors reorganiseren. Daarbij dreigen landelijk 300 van de 1900 banen geschrapt te worden. In Noord-Nederland gaat het om enkele tientallen arbeidsplaatsen. De reclassering moet 12 miljoen euro bezuinigen. Ook wil de centrale directie een andere werkwijze invoeren. Burgemeester Rehwinkel van Groningen heeft gisteren voor de gemeenteraad informatie achtergehouden. Het gaat om de beperkingen die hij stelde aan de kaartverkoop van de wedstrijd FC Groningen-Twente. Rehwinkel vertelde de raad gisteren dat die beperkingen zijn opgelegd omdat het een risicowedstrijd is die op een koop- en stapavond wordt gespeeld. Maar de burgemeester zei vanmorgen in het Dagblad van het Noorden dat ook ongeregeldheden rond het duel FC Groningen-Ajax hebben meegespeeld. Rehwinkel heeft de raad inmiddels toegezegd een brief te sturen met daarin alle informatie. Spoorbeheerder ProRail bekijkt of burgemeester Rehwinkel voortaan eerder geïnformeerd kan worden over incidenten. Dat zegt het bedrijf naar aanleiding van de bijna-ramp van maart vorig jaar. Een trein met gevaarlijke stoffen kwam bij het toen in aanbouw zijnde station Europa Park op het verkeerde spoor terecht. De machinist kon net voorkomen dat de trein ontspoorde. Het verscherpt toezicht op de verpleeg- en verzorgafdeling van TSN Thuiszorg in Groningen is opgeheven. De Inspectie voor de Gezondheidszorg hield TSN sinds november vorig jaar extra in de gaten, omdat ze onder andere ontevreden was over de deskundigheid en de beschikbaarheid van het personeel. De inspectie vindt nu dat de risico's voldoende zijn verminderd. Het natuurbeheer door boeren is uitgedraaid op een mislukking. Dat stelt een commissie in een adviesrapport dat vanmiddag aan staatssecretaris Dijksma is overhandigd. Volgens de commissie is de 1 miljard euro die de afgelopen jaren in agrarisch natuurbeheer is gestoken voor het grootste deel weggegooid geld. Het inrichten van speciale stukken natuur op landbouwgrond heeft vrijwel niet geholpen bij het beschermen van weidevogels en zeldzame plantensoorten. Daarom adviseert de commissie de natuursubsidies voor boeren stop te zetten. De politie is op zoek naar 2 getuigen in het onderzoek naar de moord op Lammert en Margien Westra uit Aduard. Het echtpaar werd begin maart om het leven gebracht op het Hoendiep bij Hoogkerk. Ze hadden een afspraak met een potentiële koper van hun boot. De getuigen stonden op de dag van de moord te kijken bij de berging van een gezonken zeilboot in het Hoendiep. De politie hoopt dat de getuigen meer informatie hebben. Op het terrein van Akzo Nobel op het chemiepark in Delfzijl is vanmiddag een lekkage geweest. Bij het bedrijf Teijin Aramid ontsnapte een hoeveelheid methylenchloride, een verfoplosser. De bedrijfsbrandweer riep de hulp in van de Groningse brandweer om het lek te dichten. Het personeel moest het pand verlaten. Er is geen gevaar geweest voor omwonenden. Succes voor het Stad Groninger internetbedrijf Kaluga. Het Duitse mediaconcern Bertelsmann neemt een aandeel in dit Groninger bedrijf dat gevestigd is in de mediacentrale. Het bedrijf hoopt zo verder te kunnen groeien. Kaluga maakt een soort zoekmachines voor foto's. En naar dit speciale zoeksysteem blijkt veel vraag te zijn. Nou, de crux is dat op internet mensen steeds meer beelden willen zien. Steeds meer visueel mooie websites willen zien. En daar kunnen wij heel simpel voor uitgevers, kranten, magazines, online... Kunnen we ze helpen met mooie visuele diensten. De Groninger Basketbalweek gaat dit jaar niet door. Volgens de organisatie is het onverantwoord om het toernooi door te laten gaan, omdat de financiële risico's te groot zijn. De eerste editie van het toernooi, eind vorig jaar, werd afgesloten met een groot verlies. Straks. In Groningen is er nu een kroeg waar een robot je drankje inschenkt. De komende dagen is het gewoon ronduit wisselvallig. Wat een verschil met vorig jaar. Want als we dan kijken naar de Pinksterdagen, dan was het dik 25 graden. Onrust bij de reclassering. Er staat een omvangrijke reorganisatie aan te komen. In Noord-Nederland staan enkele tientallen banen op de tocht. Landelijk zijn dat er 300. Verslaggever Goos de Boer, die weet er meer van. Goos, wat is er aan de hand? Nou, in de eerste plaats moet er bezuinigd worden. Er moet fors worden bezuinigd. 12 miljoen euro moet er landelijk op tafel komen de komende jaren. Nou ja, dat geld moet ergens vandaan komen. En daarnaast heeft de centrale directie ervoor gekozen om een andere werkwijze in te voeren. Dat betekent eigenlijk dat de mensen die het werk dagelijks uitvoeren, daar komt het accent te liggen. En ja, het komt eigenlijk op neer dat de tussenlaag er tussenuit gaat. Is er ook bekend waar de grootste klap gaat vallen? Met name in die overhead, in dat management, daar blijven er weinig van over. Ja, daar gaan de meeste mensen weg. En als je dan naar de cijfers kijkt, 300, althans is het getal wat wij uit verschillende kanten hebben gehoord. Wat ook in stukken staat, landelijk. En dan, ja, we hebben het over Noord-Nederland, de 3 noordelijke provincies. Dan heb je het al gauw over 10-tallen banen. Er worden getallen van 60 genoemd tot 80. Dus dat zijn redelijk forse klappen. De directie zegt er overigens van, ja, die 300, het zijn er veel minder. Maar ja, zonder echt te zeggen hoeveel het dan wel zijn. Uit onze informatie blijkt gewoon dat er 300 banen op het spel staan. Ja, wat zijn de gevolgen voor het dagelijkse werk van de hulpverlening? Is even afwachten, maar ja, waar toch wel een beetje angst bij het personeel voor is, dat de mensen op de werkvloer die het werk moeten uitvoeren, dat die drukken krijgen. Hè? Want ja, de ondersteunende diensten, die helpen enzovoort, die vallen ertussen uit. Dus dat betekent dat mensen meer druk krijgen, meer werkdruk krijgen. En daar is toch wel een beetje de angst dat het uiteindelijk ten koste van de klant gaat. Ja, op dit moment is dat natuurlijk nog niet volledig te overzien, maar ja, dat is toch wel een beetje de angst. Hoe reageren de vakbonden hierop? Vakbonden die zijn toch wel geschrokken, met name van het feit dat er veel banen straks overbodig zijn. Vakbonden hebben ook gezegd van ja, wat ons betreft geen gedwongen ontslagen. Dus dat zou ook de inzet van de onderhandelingen die nog moeten volgen zijn. Dus niemand mag gedwongen de deur uit. Ja, en op dit moment is maar de vraag of dat inderdaad gaat lukken. Daar is wel twijfel over, want ja, er moet een aardige slag worden geslagen. Dus er zijn bijvoorbeeld, nu is al bekend dat heel veel mensen boventallig zijn. Wat doe je daarmee? Zijn daar andere banen voor, dat is maar de vraag. Dus dat wordt nog wel een redelijke strijd. En ja, verder hebben de vakbonden gezegd, er moet een goed sociaal plan op tafel komen. Daar gaan we voor strijden. Dus daar gaan we hard voor vechten. Volgende week gaan de vakbonden ook met de leden om tafel. Die willen horen, wat is er nou aan de hand? Hoe groot is de onrust bij reclassering? Want ja, en wat de vakbonden ook zeggen, we willen snel duidelijkheid. Want het is niet prettig werken als je bijvoorbeeld ontslag boven het hoofd hangt of je weet niet waar je toe bent. Nee. Dus snel duidelijkheid, dat is eigenlijk dat is het standpunt van de vakbond. Goos de Boer, dankjewel. Er is nu al protest tegen de plannen voor een oostelijke rondweg om Bedum. Deze week maakte de provincie de plannen bekend om het toenemende vrachtverkeer voor de zuivelfabriek uit de dorpskom te weren. Dat leidde meteen tot verdeeldheid onder de dorpsbewoners. Een van de mogelijkheden voor een nieuwe oostelijke rondweg rondom Bedum is dat de weg komt vanaf de Domo-fabriek die daar ligt, om de huizen heen, door het weiland en dan die kant op. En ja, daar zijn de inwoners van de woonwijk Ter Laan het niet mee eens. Kijk, als je dicht bij Bedum blijft, dan ben je eigenlijk het probleem aan het verplaatsen van de stationsweg, waar nu al het vrachtverkeer doorgaat, naar de rand van Bedum en de woningen die daar nog uitgebreid worden. En als die verder uitgebreid worden, ligt ineens die weg straks weer dwars door Bedum. Bert Bijvank pleit namens een groep Bedumers al tijdenlang voor een oplossing van het vrachtverkeer. Hij is blij dat er nu iets in Bedum gedaan gaat worden, maar snapt de onrust. Als die weg dicht langs de wijk komt, dan kan ik me voorstellen dat de mensen in die wijk zeggen van ja, wacht even, het probleem lag op de stationsweg en wij krijgen hem nu straks binnen. Dus gaan ze daar een bord neerzetten, dat kan me wel iets bij voorstellen. De actievoerders zien liever een rondweg aan de westelijke kant van Bedum. Volgens Bijvank worden ze onvoldoende betrokken bij de plannen. Wij hadden een afspraak met de provincie dat dat voor de krokus het rapport zou worden opgeleverd en dat wij daar kennis van zouden nemen en over mee konden praten. Wij hebben ons ondertussen onthouden van verdergaande acties. We hebben niks gehoord, geen mededeling of geen uitleg. En wat vindt u daarvan? Zo ga ik normaal niet met andere mensen om. Als ik iets afspreek, dan kom ik mijn afspraken normaal gesproken na. Volgens de provincie Groningen staat het exacte tracé van de rondweg nog niet vast. Binnenkort vinden er gesprekken plaats met de dorpsbewoners. Straks maken we bekend welke dorpen voorlopig bovenaan staan in onze verkiezing van het leukste dorp van Groningen. Maar eerst basketbal. Gebrek aan geld. Dat is de voornaamste reden voor het niet doorgaan van de Groninger Basketbalweek eind dit jaar. Een tegenvaller voor organisator Grietje Pasma. En die is hier. Mevrouw Pasma, waarom nu al dit besluit? Ik heb vorig jaar het evenement als hoofdsponsor mogelijk gemaakt. En ik dacht bij mezelf, dat kan niet nog een keer. En er waren een aantal voorwaarden voor mij die in orde moesten zijn voor de zomervakantie. Om te zeggen van, wat gaan we doen? Nou, 1, deelname GasTerra Flames is natuurlijk een voorwaarde. Ja. Die hebben gezegd, we doen mee en we verlenen alle medewerking. Twee, ik moest toch een beetje een garantie hebben van een aanzienlijke hoogsponsoring. Van iets van 60.000, 70.000 euro voor de zomer. Dan durfde ik het wel aan. Ja. En het derde aspect wat heel belangrijk was, dat ook de recetten, de verkoop van de kaarten voor de Groninger Basketbalweek gekoppeld werden aan de seizoenkaartverkoop van GasTerra Flames en de Basketbal Business Club leden. Nou, dat laatste is ook nog niet gebeurd en dat zie ik er niet van komen. En dan vind ik het risico te groot. Het doet me ontzettend veel pijn. Het betreur het ten zeerste. Want we hebben bewezen dat Groningen het kan, een dergelijke topbasketbal-evenement neer te zetten. Ja. Vrijwilligers ontbraken er niet aan. Die hebben nu ook allemaal weer aangegeven. We willen graag meehelpen. Ja. Vorig jaar werd het met veel tamtam aangekondigd. Ja. Nu blijkt dat dat de enige editie is geweest. Op dit moment wel. Ik zeg nu maak ik de keuze in 2013. Ga ik het niet doen. Dat risico ga ik niet nog een keer lopen. Daarmee zegt u dat het niet voor 2014 uitgesloten is. Ik sluit het niet uit. Het doet mijn basketbalhart heel veel pijn. Ja. En dat een stad als Groningen moet dit kunnen organiseren. Ja, hoeveel bent u er vorig jaar bij ingeschoten? Een kleine ton. Dat is een fix bedrag? Ja, zeker weten. En is het ook zo dat de Groningers wel van Donar houden, maar blijkbaar niet zo basketbal-minded zijn als dat u misschien zou willen? Nou, dat weet ik niet. Ik heb jaren ook Donar op de kaart gezet, dus ik weet hoe die dingen werken. En we hadden heel veel extra's eromheen, ook voor het gewone publiek, om de ambiance nog mooier te maken. En, ja, het is een kwestie van PR, publiciteit binnen ook de bezoekers van GasTerra Flames is gewoon heel erg belangrijk. Dat is niet optimaal geweest. En de Basketbal Business Club leden hebben het ook af laten weten door te zeggen, wij gaan dit evenement ook helpen financieel te ondersteunen. Neemt u ze dat kwalijk? Enigszins wel, ja, ja. Ik ben zelf ook Basketbal Business Club lid. En ik heb ooit ook in 1992 heb ik de Basketbal Business Club ook opgezet. Ja. En altijd veel steun gehad ook van vele bedrijven. En ik betreur ten zeerste. Heeft u ze daar ook op aangesproken? Heeft u daar met hier en daar heb ik dat wel gedaan. Ik moet overigens zeggen dat er wel heel veel partijen wel geweest zijn. Ja. Die in materiële zin of die gezegd hebben van wij leveren geluidsapparatuur. Niet voor 100% geld, maar voor minder. En ook Martini Plaza heeft zich echt van de beste kant laten zien. Hotel Mercure heeft zich van de beste kant laten zien. Dat maakte het allemaal mogelijk. Maar het kleine zetje extra, dat ontbrak eraan. En het was onverantwoord om nog langer te wachten dan mij. Ja, ik zeg het nu al aankomen, maar de seizoenkaartverkoop van GasTerra Flames is al begonnen. Ik heb bij een aantal grote bedrijven ook al gepolst of men interesse had. Dat is niet het geval. Nee. En dan denk ik, dan kan ik beter nu het besluit nemen dat het duidelijk is dat er in december geen Groninger Basketbalweek zal zijn in Martini Plaza. In 2013 niet. En wat de toekomst brengt, dat zal het uitwijzen. We zullen het zien. Dank voor uw komst. Ik moet overigens zeggen, we hebben wel basketbal nog. 2 juni op de Grote Markt, streetball. Heel goed. Mevrouw Pasma, dank u wel. Ruim een jaar na de start zijn de eerste resultaten van het Gronings-Duitse samenwerkingsproject Vitaal Eems en Aasgebied bekend. Het doel van het project is om met goede ideeën gezamenlijk Europese subsidies binnen te halen. Grensoverschrijdende samenwerking is het toverwoord om geld uit Brussel los te weken. Dat hebben Gronings en Duitse gemeenten aan weerszijden van de grens goed in hun oren geknoopt. In maart vorig jaar sloegen ze de handen ineen met honderden bedrijven en organisaties. Vergaderingen en workshops leverden vele tientallen ideeën op, vaak op het gebied van toerisme. Zo moeten er meer en betere fietsroutes komen. Of het gezamenlijk promoten van de grensregio. Dit soort subsidiestromen, Europees, die zijn met name gericht op hele grootschalige projecten. En wij vragen nou juist aandacht om op lokaal niveau ook aandacht te hebben voor dit soort initiatieven. Van een paar ideeën wordt nu al werk gemaakt, zoals de houtwallen in het gebied. Het onderhoud daarvan is duur. Zelfs op het snoeiafval moet geld worden toegelegd. Bekeken wordt of met dat hout energiecentrales kunnen worden gestookt. Dat is dus een onderzoek wat we willen gaan starten. Of dat financieel technisch of dat ook qua logistiek of dat uit kan. En dat zien we als kansrijk. Nou, RTV Noord zorgt ervoor dat we het Groninger geluid, dat we daar goud over het kluit krijgen. En dat is belangrijk voor de mensen in Groningen. De landbouw hoort ook belang bij. Landbouw is heel belangrijk in deze provincie. En het RTV Noord zorgt dat belang ook en brengt daar dus ook goud naar boven. Ik ben er blij mee. Het zal je maar gebeuren. Tijdens je dagelijkse hardlooprondje word je opeens van achter de beet gepakt en onzedelijk betast. Het overkwam Doret uit Winschoten, 2 keer in 1 maand. Ze wil haar verhaal vertellen omdat ze hoopt dat de dader wordt gepakt. Doret is 41 en moeder van 3 kinderen. Om haar conditie op peil te houden loopt ze 3 keer per week hard. En fanatiek ook. In amper 2 jaar tijd heeft ze al ruim 360 kilometer afgelegd. Een afstand waar ze zo'n 37 uur over deed. En altijd zonder problemen. Tot begin april, toen ze hier op de dijk langs het Winschotendiep onzedelijk werd betast. En afgelopen dinsdag was het opnieuw raak. Dit keer in het Stadspark in Winschoten. Tijdens hardlopen ben ik van achteren benaderd door een fietser. Deze fietste heel dicht bij me langs en greep mij daarna in het kruis. Hardlopen was voor Doret altijd pure ontspanning. Maar relaxed een rondje lopen is er niet meer bij. Ze is voortdurend op haar hoede. Ik draag normaal mijn oortjes in, maar ik heb zoiets van ik wil alle geluiden nu horen. Ik wil weten wat er om me heen gebeurt. Nou, dat is geen ontspannen lopen meer. Om erger te voorkomen heeft Doret aangifte gedaan van aanranding. Omdat het om een zedendelict gaat, wil de politie verder niet op de zaak ingaan. Eerst een tik, knijpen, lastigvallen. Maar wat is het volgende? Je weet niet wat er in het hoofd van die man rondgaat. Deze man moet gepakt worden. Absoluut, absoluut. En dan de verkiezing van Het Leukste Dorp Van Groningen. Want dat is inmiddels een week aan de gang en er wordt alweer volop stemd. 72 dorpen hebben zich tot nu toe aangemeld voor de verkiezing. En we kennen dan ook een eerste tussenstand laten zijn. Kijk maar met op nummer 5 staat de dorp Middelsom. Ook een finalist van 2 jaar geleden. Dat geldt ook voor Westerlee. Een dorp waar men alweer heel actief is met allerlei activiteiten. In de voorlopige lijst staat op nummer 3 Vlagtwedde. En van Vlagtwedde is een heel einde naar de andere hoek van de provincie. Door komt de nummer 2 vandoor, dat is Winsum. En voorlopig op nummer 1 in de top van Groningen, letterlijk en figuurlijk, Zoutkamp. En in dat dorp is Vrouw op Noord, op Radio Noord, morgenvrouw te gast. De strijd is natuurlijk nog lang niet streden. Stem op je favoriete dorp, dat kan op www.leukstedorpvangroningen.nl. En morgen maken we overigens de nieuwe weekopdracht voor de dorpen ook bekend. Horecaondernemers gaan ver in de strijd om de gunst van de klant. Het moet allemaal sneller en eigentijdser. Zo bestaat er nu een kroeg in Groningen waar een robot je drankje inschenkt. Cafés hebben te maken met dalende bezoekersaantallen, blijkt uit cijfers van Horeca Nederland. En dan is zo'n attractie een uitkomst. Nou, dan hebben we hier onze zelfontwikkelde limoncello. Patrick Bijk is eigenaar van café Mofongo's Distillery in de binnenstad van Groningen. Hij laat sinds kort zijn drankjes inschenken door een robotarm. Volgens Bijk moet je spannende dingen bedenken om klanten te trekken. Het is een moeilijke tijd in de horeca. En als je wil opvallen en echt je publiek wil trekken, zul je echt wat meer moeten doen als gewoon eten en drinken. Dus wij hebben ook gekozen voor een concept waarbij we zelf onze koffie branden, onze eigen dranken maken. Dit is dus licorice, echt de Engelse drop. Een belangrijk ingrediënt in gin, wat veel gebruikt in Londen dry gins ook. En geeft hem een klein zoetje. Alles wordt in het café gemaakt en is voor de klant te bekijken. Met behulp van verschillende apparaten maken de barmannen hier van tarwe dranken zoals gin en whisky. Ze zijn, zeg maar, een chef-kok, maar dan voor dranken. Je voelt je zeker een soort chef-kok. Ja. Dat is hetzelfde, dat heb je al als je cocktails maakt. Als je heel bewust met je recepturen omgaat en zorgt dat alles mooi in balans is. Maar met distilleren is het zeker zo. Ook omdat 13 gram is een groot verschil met 18 gram van iets. Dat ga je merken. Kijk, het is een keer wat anders. Het is creatief en er zal heus wel eens een keertje opmerking gemaakt worden dat je het niet terugverdient. Of er zal een keertje een opmerking gemaakt worden dat we helemaal gestoord zijn dat we zoveel energie steken in het produceren van mooie dranken. Aan de andere kant, we hebben wel iets speciaals en daar zijn we trots op. En dan nog dit. Spannende momenten vanmorgen voor bestuursleden Henk Pijlman en Han de Ruiter van de Hanzehogeschool in Groningen. Ze gingen als eerste de uitdaging aan om te afzeilen van de 40 meter hoge Van Olsttoren, het nieuwe gebouw van de Hanzehogeschool. Dit deden ze voor het goede doel. Geld ophalen voor de bouw van een nieuwe schoolcampus in Kenia. Nadat Pijlman en de Ruiter het goede voorbeeld hadden gegeven, volgden de docenten en de studenten. En tot zover deze Noord Vandaag. Morgen is het vrijdag 17 mei. Dan beginnen in Zoutkamp de Vlaggetjesdagen. Die duren tot en met tweede Pinksterdag. Straks nog het weer, gevolgd door Klauk. Ik wens u een heel fijne avond. Dag.